Volgens advocaat Kaasem waren er 4 mediamomenten die onrechtmatig waren en die voor hem reputatieschade hebben meegebracht. Het gaat dan om 3 artikelen in het Algemeen Dagblad en om een mediaoptreden van de voormalig advocaat van de kroongetuigen, meester Hammerstein, bij het televisieprogramma Op 1. De rechtbank heeft die verschillende mediamomenten beoordeeld en de conclusie is dat 2 artikelen van het Algemeen Dagblad, waarin onder andere staat dat politie en justitie vermoeden dat advocaat Kaasem informatie lekte aan de criminele organisatie rond Ridouan Taghi, niet onrechtmatig waren. De journalisten mochten dat op basis van hun bronnen publiceren, want er moet in deze procedure van worden uitgegaan dat politie en justitie inderdaad dat vermoeden hadden. En meester Hammerstein mocht dan ook een dergelijke bewering in een interview met het AD doen. Wat niet klopte, was dat de deken van de Orde van Advocaten een onderzoek had ingesteld naar het optreden van Kaasem. Dat was feitelijk onjuist en dat had het Algemeen Dagblad dus ook niet mogen publiceren. Wat ook niet mocht, was dat meester Hammerstein bij Op 1 heeft gezegd dat algemeen wordt aangenomen dat Kaasem informatie lekte aan criminelen. Dat is een vergaande suggestie en die wordt niet door feiten onderbouwd. Dat was dus ook onrechtmatig. En het Algemeen Dagblad en meester Hammerstein moeten een schadevergoeding betalen aan Kaasem, en waarvan de hoogte in een nadere procedure moet worden vastgesteld.